Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is de les 452. Ik wil de achtergrond meer gaan blurren en ik wil dan ook de achtergrond zwart-wit hebben en de vrouw dan in kleur. En hoe doe ik dit? Dat ga ik jullie nu leren. Ik ga hier bij de Quick Selection Tool ga ik naar de toverstaf en ik kies hier voor onderwerp selecteren. Ik zie dat het hieronder niet goed gaat, dus dan pak ik hier nog eventjes de snelle selectie. Ik maak hem wat groter en ik hou Alt in en ik corrigeer dat stuk. Nu hou ik Shift in, dus Alt is om weg te halen en Shift is om toe te voegen. Dan klik ik op de vrouw met de rechter muisknop en kies ik voor selectie omkeren. Ik ga dan hierboven, ga ik dan naar filter. Ik ga dan naar vervagen, Gaussiaans vervagen en bepaal dan hoe ver hij dus zeg maar geblurred moet worden. Nou, ik heb 12,5 en daarna klik ik op oké. Daarna ga ik hier naar het half maantje en dan kies ik hier voor zwart-wit. En dan zie je dus het resultaat. Ik ga terug naar de lagen. Ik ga dan met Shift inhoudend op deze laag klikken en daarna doe ik Ctrl Eduard. En dan is dit dus hoe de foto is geworden. Nou, het was een leuke les, een korte les. Je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes, hi.